Zodra ik de stem van André Hazes hoor, krijg ik meteen zin in bier. En bij iedere zomerse housebeat bestel ik liever een cocktail. Hoe zit dat? Heeft muziek daadwerkelijk invloed op jouw winkelgedrag? Vandaag zoeken we het uit in een nieuwe aflevering van Hoe Dan? Het zou vast iets uitmaken. Want ik denk niet dat je lekker gaat winkelen als er keiharde... Trouwens, in kledingwinkel staat wel vaker een beetje harde muziek op. Als je in de Ecoplaza komt, je komt daar binnen. Ik stond daar en ik dacht, er is iets raar hier. Gewoon, er klopt iets niet. Het is totaal stil om je heen. Bro, je was in de Ecoplaza. Tuurlijk is er wat fout, ouwe. Geen plantje kopen. Om te kijken of je winkelgedrag kunt beïnvloeden met muziek, willen we eerst weten of muziek überhaupt invloed heeft op je behoeftes. Iemand die daar alles over kan vertellen, over hoe precies die invloeden werken in je brein, is vriendin van de show, neurowetenschapper Rebecca Schaefer. Ja, nou, muziek is natuurlijk eigenlijk een van de meest soort van compacte manieren bijna om een gevoel over te brengen. Maar het kan ook bij jouzelf een specifiek gevoel opwekken. Hè, van dus de associaties die je zelf met muziek hebt of de eerdere ervaringen die je daarmee hebt gehad. Dus er is echt heel specifiek een hele sterke link tussen hoe we ons voelen en de muziek die we kiezen en de muziek gebruiken om onze gevoelens te veranderen of juist intenser te maken. We weten dat muziek en emoties heel erg met elkaar samenhangen. En ik denk dat dat in een consumentensetting heel goed in te zetten is. Wij hebben een klein testje bedacht om te kijken hoe ons testpanel reageert op muziek. Een Duitsland. Duitsland! Toebak of Franse wijn. Maar moeten we hem drinken? Is dat de bedoeling? Ik weet niet waarvoor het is, toch? Met deze muziek op de achtergrond? Een Duitse. Er zijn geen foute antwoorden. Ja, ik voel me een beetje overvallen. Zo gaan. Duits, doe Duits. Ik heb Frans. Doe maar Duitse. Duitsland, was giep. Ja, ik vind, ja, dat is prima. Dat is echt geen antwoord. Duits of Frans? Welke is, ik wil die, deze. Die. Groene Veldin, ja. Besef even dat jij net je keuze hebt laten beïnvloeden door video. Duitsland, was giep. Oké, Duitsland, was gibt? Achtergrondmuziek kan van invloed zijn op je winkelgedrag. Muziek kan de verkoop zowel stimuleren als ontmoedigen. Als de muziek juist is, blijft een klant vaak langer in de winkel hangen en besteedt hij meer. Dus voor winkeliers is het van essentieel belang dat ze de juiste muziek aan hebben staan in de winkel. Nou ja, ik word daar wel, als het echt heel hard staat of zo, dan kan je toch niet lekker winkelen? Ja, als het te hard staat, inderdaad. Als ze Frans Bauer of zo zouden draaien in de winkel. Gewoon de hele tijd, alleen maar van die Nederlandse talen. Oh, dan zou ik heel lang blijven. Freestyle jazz. Freestyle jazz. Ja, dat ik gewoon totaal niet kan volgen waar het heen gaat. Ik ben geneigd om te zeggen klassieke muziek, maar dat weet ik ook niet waarom. Luister het gewoon nooit. Nee, als jij een mooi pak gaat kopen en er staat klassieke muziek op, dat je wel in de mood komt. Alles rock. Rock? Vind je rock kut? Bro, echt. Behalve van vroeger, dat Sum 41 en zo, dat vind ik wel hard. Echt, Slipknot, Metallica. Nee, Metallica heeft wel dikke tunes, ouwe. Daarvoor zou ik de winkel uitgaan. Er zijn mensen die zich dagelijks bezighouden bij het maken of samenstellen van de juiste muziek voor allerlei soorten winkels. Marcel van Mood Media is zo'n muzieksamensteller. Marcel, hoe werkt dat nou precies? Ja, muziek heeft een hele belangrijke invloed op de sfeer in de winkel. En wij als Mood Media houden ons bezig om een sfeer in de winkel te optimaliseren. En muziek is daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Als het de goede muziek is, dat is wel een vrij belangrijk punt, zorgt voor een goede sfeer normaliter in de winkel. En ja, onderzoek heeft echt wel uitgewezen dat als dat plaatje helemaal klopt, dat mensen langer in de winkel blijven. En dus de kans vergroot wordt dat ze extra producten kopen. Dat kan het beste door vaak de muziek iets langzamer af te spelen. Zeker in supermarkten. Als de muziek rustiger is, gaan mensen in een rustiger tempo door de winkel heen. En doen ze meestal meer producten in hun mandje. Nou is het soms gewoon niet wenselijk om hele rustige muziek in de winkels af te spelen. Voor het personeel vrij vervelend als ze de hele dag ballads draaien. Je kan je voorstellen dat het werkt ook niet echt sfeerverhogend. In een fashionwinkel kan het super belangrijk zijn om wel hele snelle muziek te hebben. En daar kan zelfs wel eens soms worden toegepast dat de muziek eigenlijk te snel en te hard is.
Eigenlijk is het dan de bedoeling dat de ouders even ergens anders gaan winkelen en de kids in de winkel blijven met creditcard voor papa en mama. We hebben diverse onderzoeken gedaan. Uit die onderzoeken komt ook bijna altijd naar voren dat muziek een van de belangrijkste invloeden is om mensen zich prettig te laten voelen in een winkel. En dat gaat er dan voornamelijk omdat de muziek goed is afgestemd. Want er komt ook wel uit onderzoeken die we hebben gedaan voort dat als de muziek slecht is afgestemd of bijvoorbeeld veel te hard staat, dat ook mensen kan afstoten. En dat is natuurlijk het allerlaatste wat we willen. Is er nou een specifiek nummer wat het heel goed doet in het algemeen bij alle winkels? Afgelopen jaar buiten kijf Blinding Lights van The Weeknd. Dat heeft echt overal, dat heeft denk ik overal gedraaid ongeveer. En nu hoor ik je denken, hoe zit het dan met draaiorgels in de winkelstraat? We vragen het ons allemaal al jaren af. Toevallig is daar onderzoek naar gedaan door de Universiteit van Twente. Nadat er vele klachten binnen waren gekomen over draaiorgels in Enschede, waarvan mensen het liefst hadden dat deze op zouden rotten. Hoe zit het? Slechts een kleine groep mensen vindt draaiorgels leuk. Echt een hele kleine groep mensen vindt ze leuk. En die mensen, die blijven lekker buiten staan om bij het draaiorgel te kijken. Die gaan die winkel helemaal niet in. Rot toch op met dat orgel! Ik verkoop hier dingen! Uit onderzoek blijkt dat een draaiorgel niet per se een positieve invloed heeft op het koopgedrag. Sterker nog, je zou kunnen stellen dat het een negatieve invloed heeft, omdat het het koopgedrag niet stimuleert. Koopgedrag. Daar word ik heel kriebelig van. Ja? Draaiorgelmuziek en al met die bakjes. Nee, dat is niet... Ja, het is irritant voor even, maar het hoort er wel bij. Nou, dan loop je er inderdaad voorbij en dan ben je ook wel weer blij dat hij achter je staat. Maar het hoort wel bij het straatbeeld van de winkelstraat. Maar het is irritant wel. Heel irritant. Geweldig. Ja, ja. Nee, ik vind draaiorgels echt top. Ja, het heeft zijn charmes bij de stad. Maar een goede vriend van ons, zijn vader, woonde vroeger boven de Kalverstraat. En we waren vaak daar aan het tappen. En dan als je daar dus aan het pitten was, werd je altijd 's ochtends vroeg om 9:00 's ochtends wakker gemaakt. Stond dat ding onder dat raam. En dan lag jij net een paar uurtjes te slapen. Ja, dat is geen goede rekening. Nee. Gewoon hoort er een beetje bij, zo op die zaterdagochtend. Die man met dat bakje, die altijd net te oud is. Dat je denkt van, ga lekker thuis zitten, man. Dat is dezelfde guy die op de kermis werkt. Daar zeg maar bij de draaimolen. Bij de turbopoliep. Hoor ik daar nou muziek van mijn favoriete band Muse? Ik moet er vandoor. Ik krijg spontaan zin in koude ertersoep. Heb je nou ook zin in koude ertersoep? Laat dan vooral een like achter en een reactie. Tot de volgende keer!